Brussel wordt alles in gereedheid gebracht voor het bezoek van de Amerikaanse president Helen Caulfield. Voor de voorbereiding van de Amerikaans-Europese top later dit jaar heeft de president hier in Brussel een onderhoud met onze premier Michel de Vreeze. De Saint-Cantonair. Er staat ook een bezoek aan de NAVO op het programma. Papa! Wat is dat allemaal? Kom hier! Hier, zo, waar is dat allemaal? Schat! Simba is weg! Man, nee, dit is niet weg! Man, nee, ik heb hem daar straks voor de blad. Kom hier! Kom aan, mensen! Kom aan! Hij kan binnen zijn, vooruit! Oh, schat, kom eens hier. Het is midden in de nacht, hè, Wolke? Je moet nog lang slapen, hè? Maar kom, ga maar liggen. Goedemorgen. Jij komt altijd maar vroeger, hè? Belangrijke dag, hè? Komt er nog iemand? Terreurniveau 2. Dat kan ik alleen aan. Daar heb ik niemand voor nodig. En Eva, komt die niet even mee binnen? Die wacht in een auto. Hm. Wat vinden van mijn nieuw kostuum? Chic. Jij wilt straks mee op de foto, zeker? In de nacht, een vent tussen al die politiekers. Dat zal waar zijn. Stemmen. Toch blij zijn als heel dat Europese voorzitterschap achter de rug is. De schotelvot is klaar. Zijn we weg? Maar waar liggen uw prioriteiten? 4 dagen en 4 nachten, mevrouw Leijsters. En net daarom... Schatje, wat moet ik aan straks? Misschien niks opvallends. Schat, als jij iets aantrekt, is het sowieso opvallend. Nee. Alles oké? Zeker. Wacht eens. Het is goed. Christine, laat het los. Dat kan ik niet. Ja, de Amerikanen hebben het programma nog maar eens veranderd, dus misschien kunnen we het even snel overlopen. Ook een goede morgen, Eva. Ja. Zenuwachtig voor ons? Goedemorgen. Kunnen we nu? Ja, nu wel. Dus we bespreken nog altijd eerst de spanningen met Turkije. Maar het debat over nucleair terrorisme, dat is verschoven naar een aparte commissie. En in de plaats daarvan hebben ze het nieuwe milieueffectrapport over de klimaatopwarming terug op de agenda gezet. Ze willen zelf spreken over concrete maatregelen. Ook tegen de olieboringen in de poolgebieden. Of van zeggen ze. Zijn die aan het volgen? In de plaats hebben ze het nieuwe milieueffectrapport over de klimaatopwarming terug op de agenda gezet. Ze willen zelfs praten over concrete maatregelen, ook tegen de olieboringen in de poolgebieden. Fijn, zeggen ze. Dat de Amerikanen nu ook al geloven in de opwarming van de aarde, waar straf ze? Ik heb er zelfs hier binnen een beetje last van. Kun je de chauffeur een beetje lager zetten? Nee, wat perkens. Nu al? Heb je dit nog niet gezien? Wat gaat dat worden? Zijn ze nu aan het afsluiten of wat? Ja. Wat? Alsjeblieft, kom aan, zeg.
Maar dat is een kleine middelvingerse, meneer. Als alles van die proportie is, dat is proper. Dat is nu typisch Brussel. Het is goed. Maar... Dan heeft een mens al een nieuw kostuum, eigenlijk. Eva, hij moet mij straks uitvringen. Is het goed? Wat gebeurt hier, verdomme? En waar is Eva? Waar is... Mijn medewerkster. Waar... Is het geld dat je wilt? Is het politiek? Zeg dan wat je wilt. Wat ik van u wil? Dat je luistert, maar echt luisteren, hè, meneer de premier. Alsof uw leven ervan afhangt. Kunt je dat? Goed. Om 14:30 vanmiddag zit je samen met iemand. Klopt dat? Ja. Het is eigenlijk heel simpel. Ik wil dat jij die persoon neerschiet. Dat kan toch niet? Gemeen toch niet? Ik wil dat jij de president van Amerika neerschiet. Of het is te zeggen, doodschiet. Hier of hier. Jij mocht kiezen. Dat geloof je toch zelf niet? Dat gelooft toch niemand? Juist daarom, meneer de premier. Je bent zot. En wij gaan er natuurlijk voor zorgen dat jij op tijd de revolver krijgt. Hè? Dat is toch geen zorg minder. Dat is toch waar, hè? En dan hoort je nooit meer van ons. Dat is beloofd. Wel, ik doe dat in geen 100 jaar. Dat is beloofd. Politiekers en beloftes. Ja, ja. Zo kennen we er nog. Van mij, ik weet het. Uw kinderen slapen, die weten van niks. Dat kunnen wij zo houden als jij doet wat wij vragen.
echt niet? Echt niet. Alsjeblieft. Dat is jammer. Heeft het niet begrepen. Dus doe maar. Alle drie. Nu. Wacht. Wat gaat je doen? Normaal gezien geef ik 10 seconden bedenktijd. Maar ik heb nogal weinig tijd. Je krijgt er 5 van mij. Wat gaat je doen? 2. Wacht. 3. En stop. 4. Stop. Stop. Ik doe het. Ik doe het. Stop. Hij heeft het begrepen. Wie is uw opdrachtgever? Waarom doet je dit? En waarom ik? Omdat wij er niet bij geraken. Maar jij wel. Daar is hem. De premier. Potverdikke. Wat, hè? Wat is er? Rover? Is die klak? Rover? Doe me nee. Ik heb nog getwijfeld, hè. Die klak is belachelijk, hè. Wie zet jij? Beter? Of niet? Eerlijk, hè? Wie zet jij, verdomme? Ik ben de chauffeur. Ik zorg ervoor dat wij er allemaal levend uitkomen. Jij, ikke, uw vrouw, uw kinderen. Zelfs uw notto. Is niet waar, hè? Is een andere. Karglas hersteld, maar zo rap nou ook weer niet. Hé? Hey? Waar zijn mijn vrouw en mijn kinderen? In Chakamaka. Ja? Zend die verdomme! Zo zijn de regels voor je te opleggen. Er is eigenlijk maar één regel. Ja? Met wat varianten. Jij slaat alarm, je vrouw en je kinderen gaan eraan. Probeer te ontsnappen, je vrouw en je kinderen gaan eraan. Jij doet niet wat ik zeg, je vrouw en je kinderen gaan eraan. Dat is heel simpel, toch? Allee, kom. En Eva. Mijn medewerkster. Wat doen medewerksters? Ja? Meewerken. Mag ik helpen? Ja. Zie je die witte zak? Daar zit al uw brol in. Al uw paparazzen, laptop, gsm, spiekbriefjes. Hé? Klein speakertje jij, hè? Zeg. Mijn steekkaarten zitten allemaal door elkaar. Je steekkaarten door elkaar, godverdomme, maak dat mee, zeg. Lap. Dat is niet slim, hè? Wat? Je hebt juist uw vrouw en uw kinderen doodge-smst. Dat is niet slim. Waar staat veiligheid? Die lid. Zegt hem dat wij dit beschouwen als... een oefening. Een oefening. Ik bezien het als een oefening. Ja? Maar één keer zal ik het niet verder vertellen. Eén keer, hè? Wat doe ik?
opnemen. Laat hem opnemen. Opnemen? En wat zeg ik? Wie is hier de premier, jij of ik? Michel? Ja, sorry, ja, nee, we kunnen Eva niet bereiken. Waar zitten jullie? Protocol heeft gebeld. Op Melsbroek worden ze zenuwachtig, hè? Paniqueurs, we zijn er direct. Ja, je gaat toch niet te laat komen, hè? Nee. Luc heeft zich op het laatste moment ziek gemeld. Storing? Geen details. Hallo? Ah, nee, ja, stel je negen maar even weg. Waarom weet je daar niks van? Trek het u niet aan, Paul. Het is opgelost. Je bent toch niet zelf aan het rijden? Nee, dat was al een vervanger gestuurd. Luister, Paul, we zijn er ondertussen, dus ik zie je straks. Goed, heel goed. Je ziet, zo moeilijk is het allemaal niet, hè? Good to see you, Prime Minister. How are you? I'm fine, thank you. One more handshake, please! This way, please. Thank you, ladies and gentlemen, that's it. And I'm looking forward to meeting your wife. How is she? Ma'am, when you're ready. I'll catch you at lunch. Goed. Dat gestuntel, dat valt op. Ja, je moet iets beter je best doen. Ja, maar jij ook, hè? Jij ook, hè, madameke?
Ja? En als de president vraagt naar uw vrouw, dan mogen de antwoorden hè, man. Hé, hey. Jezus. En wat moet ik dan zeggen? Als ze naar haar vrouw gaan. Ik weet niet. Improviseren, acteren. Dat hoort ook bij uw job. Een beetje rond de kwestie praten, daar zitten jullie toch goed in? Geven? Mijn dochter is allergisch voor van alles. Heb je haar van dat spul gegeven? Hallo, ik vraag u iets, hè? Dat is mijn kind, hè? Godverdomme! Wat zit er in gespuit? Sorry. Mag ik alsjeblieft zien wat er in die spuit zit? Alsjeblieft. Het is niet waar. Laura. Haar klieren in haar hals zijn heel opgezwollen. Voel dan. Kom aan, voel dan in haar hals. Wacht. Niet zonder handschoenen. Je moet eerst handschoenen aandoen. Laat mij dat doen. Alsjeblieft, kom, laat mij gewoon even in haar hals voelen. Ja? Juist op tijd, dat kan mee. Jezus, dat is dan nogal een toestand in Saint-Campenaire. Die Amerikanen die nemen zich gewoon alles over. Hè? Ze hebben zelfs heel de barak extra beveiligd. Overal camera's, van onder tot boven en terug. En waarom? Waarom? Dat vraag ik niet meer. Hè? Paul, ik zou nog een beetje willen rusten. Heb jij een kamer voorzien? Ja, die loge boven, ja. Maar... Okay. Michel, over 10 minuten begint die vergadering. Zou ik niet beter doen? Gewoon nog even wat tijd voor mezelf. Oké, Eva, ga ik de sleutel aan? Ja. Is er iets op? Ik ga hem naar boven. Excuseer. Voor de chauffeurs is er een zaaltje links naast de nieuwe. Ik heb hem nog even nodig. Paul, het is in orde. We zijn direct terug. Rusten? Wat krijgen we na, godverdomme? Eva, wat mankeert Luc? Is dat iets van lang en duur? Ik weet het niet. Waarom? Waarom? Omdat ik een andere chauffeur ga regelen. Hè? Wat is dat voor een gestampte boer, zeg? Waar hebben ze die uitgehaald? Gewoon uit de vaste poel van chauffeurs. Hè? Dat is me nog nooit opgevallen. Nee, wel. Dat is gewoon een gast, toch? Probleem. Ik ben direct terug. Haar keel zit helemaal dicht. Ze is aan het stikken. Zien jullie dat dan niet? Zo'n psychotie. Dag. Sorry, schat. Dit is echt niet goed, hè? We moeten nu naar een ziekenhuis. Wat is het probleem? Waar zit jij mee bezig? Als er met mijn kinderen iets gebeurt, ik zweer het u, man. Je pense que ça fille fait une allergie aux piqûres. Nee, ik denk dat niet. Ik weet dat. Ik ken mijn eigen kind toch wel. Vanmiddag is alles voorbij. Vanmiddag, dat is te laat. Ze kan elk moment in shock gaan. Ze moet nu naar een ziekenhuis. Ziekenhuis kan hij, sorry.
weet je precies? Ja, dat is de Christine en de kinderen. Maar je de president. Heb je iets gezien? Nee, niks. Niks. Ik kon niks zien. Heb je een idee dat ze vasthouden? Ik heb het niet. Wat zijn we aan het doen? Ik ben mijn wonden aan het verzorgen. Waarom laten we de kraan lopen? Denkt u dat milieu, man? Even, die vergadering gaat beginnen. Is hij klaar? Ja, rustig. Paul, ik zal even checken, oké? Wacht. Wacht hier. Michel, sorry, maar als we nu niet vertrekken, dan... Ik dacht dat de premier op zijn gemak wilde zijn. Het is in orde. Ik kom eraan, ga maar. Ja, maar is er een probleem? Ja, er is een probleem. Als iedereen nu gewoon zou doen wat ik zeg, en me niet voortdurend voor de voeten zou lopen, dat zou wel een probleem minder zijn. Hè? Dus ga nu, ik kom. Die mens heeft gelijk, we moeten door. Kom. Tempo. Kom op! Goedemorgen. Paul Franks, de kabinetchef van de premier. Ik wil dringend iemand laten controleren. Al bijna een jaar. Nee, nee, ik heb nog niks toegekregen. Ah, wacht, wacht, wacht. Ja, dat is hem. Oké, okay, ja, nee, oké. Okay, ja. Ik wil gewoon even checken. Ja, punt. Hey, moet je nu niet, hè? Dat is goed begrepen, hè? Zijn van deze verdoving. Ja, dat is tamelijk zwaar voor zo'n jong kind. Wanneer heeft ze dat spuitje gekregen? 6 uur 's morgens. Ja, dan is ze abnormaal onrustig. Heeft ze last van slaapstoornissen? Ja, ze slaapt heel slecht. Zwijg. Zoetje toch, hè? Ja, die uitslag heb ik als bijwerking nog niet gezien. Zou het kwaad kunnen dat we nog een spuit geven? Ze moet naar de ziekenhuis. Moet je nu, heb ik gezegd. Vertel hen alsjeblieft wat de risico's zijn van die... Zwijg. Volgens mij mogen we geen risico nemen. Het kind moet naar een ziekenhuis. Goed nadenken, dokter. Is een wicht absoluut nodig. Hallo. Hallo. Nee, sorry. Het is een vorm van netelkoorts. Het kan komen door voedselvergiftiging of door contact met juwelen of rubber. Nee, dat is niet waar. Rubber? Dat is niet waar. Rubber zoals dit? Godverdomme! Ik zou wel nog een uurtje wachten voor ze het volgende spuitje krijgt. Maar ze zal doorslapen, dat is zeker. Dank u wel, dokter. Dat was echt niet nodig geweest. Ik hoop echt dat je content bent. Kom, ruim alles op en bied ze terug vast.
En moeder en kinderen samen, geen goed idee. Kinderen apart. It's quite simple. Our position hasn't changed because Turkey hasn't changed. And you can quote me on that, Mr. Sherman. I will. Next topic. Global warming, Arctic oil drilling, and the possible new climate conference to be held in... Amsterdam. Any thoughts? Before we get into this, can anybody tell me why we're not debating nuclear terrorism? I think it's a matter of new president, new priorities. I understand, but it worries me. Obviously, I like the president, but the struggle against terrorism should always be a priority. We've had a quiet couple of months, luckily. But that's exactly when terror strikes hardest. Are you suggesting that the Americans have a hidden agenda? No, I'm simply suggesting that we should be careful. Let's not forget, the world can be a cruel place if you're not careful. For my government, the safety measures against nuclear terrorism are a major issue. Michelle, can you bring this forward during your meeting? Yes, of course. I will let the president know. Shall we move on to the next topic? First of all, I'm of course very happy that the climate conference will take place in my hometown. And obviously I'm also happy that the US is finally proposing measures against the manic oil drilling in the Arctic. But what about Russia? Russia is okay. They changed their opinion towards environment and they owe us something because we practically gave the Krim away. Russia will always be Russia and we'll pay for it one way or the other. Do we have an official reaction from Russia yet? Michel? Do we have an update? I'm sorry, I need some fresh air. Koppelgemens. De premier loopt door de achterdeur naar buiten, naar het dak. Gaat erachter. Snel. De kabinetchef loopt achter de premier. Ik herhaal, de kabinetchef loopt achter de premier aan. Ah wel? Wat gaat u nu doen? Paul, kom eens. Waarom horen we niks? Waarom horen we niks? Ik heb even uw gsm nodig. Geef eens. Mag je daarvoor helemaal naar hier komen? Ik heb hem gewoon even nodig. Geef nu. Wacht, stop. Voel eens terug. Hier, stop. Wacht. Zoom eens in. Hij heeft zijn horloge weggegooid. We hebben geen beeld en geen klank. Kom aan. Snel. Hier. Ga nu terug. Michel. Afduwen. Hij heeft geprobeerd staatsveiligheid te bellen. Met de gsm van de kabinetchef. Is het nummer al gevormd? Ja. Die gaan terugbellen, die gaan het er niet bij laten. Zullen wij kunnen meeluisteren? Dat heeft geen enkele zin. Huh? De staatsveiligheid, dat is nog het minste van uw zorgen. De Amerikanen die opeens hun beveiliging optrekken. Dat is niet normaal. Dat is een teken dat ze iets door hebben. De eerste schrik is uitgewerkt. Hij moet terugvoelen dat we het menen. Eén. Twee. Of drie. Kiezen!
1, 2 of 3. Vrouw, zoon of dochter. Kiezen. Nee. Kiezen! Stop ermee! Jezus, ik bel! Ja, Mark. Paul heeft u geprobeerd te bellen daarnet. Maar zijn gsm doet een beetje raar. Vandaar. Luister, wat wij proberen te checken. De Amerikanen hebben blijkbaar hun beveiliging opgetrokken. En ja, is er iets dat wij moeten weten? Oké, okay, dus alles verloopt verder normaal. Nee, maar dan zijn wij ook gerust, hè, Paul. Is er Paul bij u? Ja, die staat hier naast mij, maar die is ook een beetje zenuwachtig natuurlijk. Zoals iedereen vandaag, zal ik maar zeggen. Ah, heeft u al gebeld vandaag? Als u weten over iemand. Echt? Is er een probleem of zo? Nee, mijn vaste chauffeur die was weer ziek, maar die is onmiddellijk vervangen. En verder verloopt alles hier vlot. Succes, hè? Ja. Voilà. Dag, Mark. Ta! Straf. Echt straf. Volgende verkiezingen, ik stem op u. Ik zal het zonder uw stem ook wel redden, klootzak. Zie maar, dat jij nog op de lijst staan, mag ik? Oké, het is in orde. Sorry, let's continue about Russia. Dat kind is weg. Hoe kan dat nu? Wat is er? Wat is er? Laura? Sander? Laura! Mama! Moeilijk. Iemand in de bergen vinden in Afghanistan, dat was moeilijk. Blijf daar, ik los het op. Godverdomme. Tju! Ik denk dat jij je dochter heel goed kent, hè? Dan mogen we daar gaan zoeken. Ja, dat is goed.
Jij gaat me nu zeggen wat hier gaande is? Er is niks gaande. Laten we erover zeggen. Toch niet liegen, Michel. Toch niet tegen mij? Niet doen. Niet doen. Het komt. Nee. Je blijft hier. Sorry. Er is iets mis en ik wil weten wat. Michel, je weet dat ik volgens protocol alles moet melden, dus geef nu mijn telefoon terug. Laat het alsjeblieft. Laat het. Nee, ik kom even hier. Als er iets met Paul gebeurt, daar is het afgelopen. Verstaan? Dan stop ik ermee. Dan kun je het vergeten. Nee. Er verandert niks. Vanaf nu zijn we gewoon met drie in plaats van met twee. Dat is alles. Wow. Spijt me, Paul. Dat was te verwachten. Is niet erg. Wat doen we dan? Hè? Nee, dat kan. Ik snap het niet. Wie zijn dat dan? Ik weet het niet, Paul. En wat gaat er nu doen? Ik weet het. Excuseer, ik wil niet storen, maar wij moeten naar de volgende afspraak. Heb je alles gehoord? Ja. En hebben we een akkoord? Ja. Paul mag meespelen. En dat is een reden meer om te doen wat wij vragen. Ja? Kom. Ook nog eens. Laura. Harder. Laura. Ze is weg. Echt waar, ze is hier weggeraakt. Blijf roepen. Kom aan. Laura. Laura. Dit heeft geen zin, hè. Laura is hier niet. Zeg je zeker? Kom eens hier. Kom. Laura, ik zou heel graag hebben dat je nu komt, want anders gaat er iets ergs met je mama gebeuren. Alsjeblieft, ik zeg het je toch, Laura is hier mee. Is dat nu uw schuld? Verstaat je dat, Laura? Mama! Nu zijn ze al met z'n drieën, hè? Zo gaat dat in de politiek zeker? Het is een job voor twee man en hop, vlug maken we een postje bij. Hé? Zeg? Hé? Ja. De sfeer zit goed, jongens. De sfeer zit goed. Het is een dag, hè, Paul? Zeg? Voel het? Doe maar eens iets. Hé? Hey. Doe mij eens iets. Kom. Hé. Hey. Oh. Hey. Kom. Hé. Zo de lachende Paul. Zeg. Hey, niet te serieus, hè. Kom. Allee, muziekje. Dat is direct iets anders, hè? Paul, wat is er? Voel je het, Paul? Wat is er? Hey, ça va? Dat is direct iets anders, hè? Maar die kan niet aan, die krijgt geen lucht. Wat aan de kant, verdomme! Hij zet je toch aan de kant? Ja. Paul, wat verdomme! Even een parking zoeken, jongens. Hey, Paul. Ik heb het zo
Het is gedaan, we moeten vet. Nee, zet eens op, meneer. Hij leeft nog. Hij heeft... Nee, niet meer. En nu zou ik willen dat jij wat meewerkt. Ja? Want ik schiet niet jij de mensen dood. Jij bent een vis aan een haak. Je denkt dat je eraf kunt, maar je kunt er niet af. Dus het is niet. Want ik doe niet meer mee, ik doe niet meer mee, want jij doet wel mee. Ja? En jij ook, zonder flauwekul. Of je eindigt ook in de plastic. Een plastic is niet tof. Hé? Hey, akkoord? Dat zijn toeren, hè? Hé? Hey? Dat zijn toeren, hè? En jij ziet er niet, het knapt je wat op. Kom. Wat is met dat allemaal, zeg? Niks. Die premier, amai, amai. Zwijg. Hé, hey, het is een klein snoeperkje, jij, zeg. Zwijg nog, verdomme. Goed, want we moeten de deur. Kom. Wanneer krijg ik mijn revolver? Alles op zijn tijd. Als ik die nu geef, schiet jij mij los overhoop. Het zijn geen paljas, hè? Hoe raak je daarmee binnen op die vergadering? Premier is weer niet afgetast, dat weet je goed genoeg. Maar als het fout loopt. Huh? Als het fout loopt, wat dan? Als de Amerikanen het doorkrijgen, ze schieten mij overhoop, wat dan? Denk jij dat wij hier zo rustig zouden staan praten? Huh? Er is over nagedacht, hè, man. En mijn vrouw en mijn kinderen, wat gebeurt daarmee als ik het niet haal? Is daar ook over nagedacht? Vraag het hem. Om het met de woorden van een van uw voorgangers te zeggen. Je moet de problemen oplossen wanneer ze zich stellen. Komt goed, Michel. Met Christine en de kinderen. Introduce you to our Prime Minister, Michel de Vreeze. Mr. Doyle is the President's Chief of Security.
Nice to meet you, sir. Our president's just left NATO. She'll be here shortly. Matter of minutes. Everything okay? Yes. I'm looking forward to meeting her. Oh, she's delightful. You're gonna get along fine, I'm sure. Step through. Wait. Go back. Back, please. Okay, step through. Laat ze maar gaan. Het is oké. Hou me kort. Ben, is de premier al daar? Ja, die is beginner, ja. Wacht, ik stel u voor aan de chief of security. Mr. Doyle, this is Eva Bodaar, the prime minister's head of communication. It's a pleasure to meet you, Miss Bodaar. The pleasure is all mine, sir. Excuse me, I'm in a bit of a hurry. Eva, weet je waar Paul is? Die is met de premier mee? Tja, de premier zei mij juist dat hij bij u was. Ik zou eens gaan kijken. Het is in orde. Het is op weg. Excuseer me, premier. Mag ik even storen? Er is gevraagd of u de agendapunten voor de meeting nog eens zou kunnen overlopen. Is de volgorde goed zo? Wilt je nog iets veranderen? Nee, het is goed zo. Perfect. Ladies and gentlemen, I have a brief announcement to make. We are very sorry for the delay. A situation has arisen in Washington that required the president's immediate attention. Again, we apologize for the delay. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Thank you. Come on, Pam, let's give them what they came for. Circus, though, don't you think?
Jij bent een snelle, hè? Niet doen. Niet doen. Niet doen. Kan dat alarm af? We zijn ermee bezig. Makkelijk aan de weg. Kom, snel. False alarm, ladies and gentlemen. Smokers, right? I think we have time for a couple more photos before we finish. Is er nog eerder dan een alarm? All right, that's it. Thank you very much, ladies and gentlemen. Do I go first? No. Please follow us, Prime Minister. No need to worry, sir. Join us for lunch. Wat is er gebeurd? Waar is Eva? Miste ze al? Dat gaan we wel over. Nee, niet doen. Niet doen, alstublieft. Maar niet doen. Niet doen. Natuurlijk kan ik hem niks doen. Ik heb hem nog nodig. Maar uw lief. Hebben die nog nodig? Zegt jij het eens. Hebben wij u nog nodig? Want met een baas denkt van wel, maar nu twijfel ik. Ja, nu twijfel ik ineens van meus. Zeg je de spannenkoek? Heb je haar echt nodig? Stop. Let op. Nu wordt het plezant. Stop ermee. Stop. Laat haar gerust. Laat haar gerust. Ik zal doen wat je vraagt. Ja? Sorry. Zijn je zeker? Zijn je zeker dat je zult doen wat wij vragen? Want ik heb tot nu toe de indruk dat je vooral doet wat wij niet vragen. Maar ik begrijp dat wel. Eerst denk je de president van Amerika vermoorden, dat gaat toch niet. Ik moet tijd winnen, ik moet een andere oplossing zoeken. En nu begint je te beseffen. Nee, er is geen andere oplossing. En dan denk je, als ik het wel doe, zijn die gasten dan wel te vertrouwen? Gaan die mijn vrouw en mijn kinderen echt laten leven? En wat gebeurt er dan met mij? Ik denk dat ik u dan moet teleurstellen. Nee, de premier, ik denk dat uw overlevingskansen nogal klein zijn, want die mannen die de president bewaken, hoe zal ik dat zeggen, die mannen zijn nogal... Kordaat. Dus? Denk aan uw gezin. En aan die juffrouw daar. Je hebt een heel leven nog voor zich. En dat leven ligt in uw handen, meneer de premier. Het gaat hier niet om u. Het gaat om hen. En je zult mij moeten vertrouwen. Je kunt niet anders. Hoe weet ik nu of ik dat kan? Iemand dood. Nooit op papa vastgehouden. Het is gewoon een kwestie van een knop om te draaien, meer is dat niet? Ik zou heel graag hebben dat jij die knop nu omdraait. Ik wil ze zien. Mijn kinderen en mijn vrouw. Bewijs dat ze nog leven. Eerst een stukje eten.
I think we say eight smock look. Yeah. Is that right? Did I say that right? Very good. Please, sir. Eight smock. Thank you. Weet je wat ze van mij vragen? Waar ik dat doe? One important person issue of history. Ik zou zoveel willen zeggen, Michel. Straks is alles voorbij. Met Eva Edwin? En Paul? Waar is Paul? Paul. Paul is er niet meer. En Nico. Sorry. Dat doet. Sir, we are. No problem. Al hier worden afgesloten. Zeker, kom naar binnen, kom snel. Jij verstaat het niet, hè? Jij verstaat het echt niet. Het is nog steeds niet moeilijk. Stop. En jij? Shh. Rustig. Rustig. Er is niks gebeurd. Jij knapt u op aan de lavabo. Jij zet u naast uw man. Jij zet u naast uw man. We spelen gewoon verder. Ja? Van haar moet jij niks aantrekken. Zij blijft bij mij. Ja? Zij trekt zich van u ook niet veel aan. Is het niet even? Voor haar zou het misschien zelfs beter uitkomen als jij en de kinderen er niet meer zouden zijn. Versta wat ik wil zeggen? Eva is een knappe madame en de premier is ook maar een mens. Huh? En versta me wel, hè. Zeg, altijd samen op pad, altijd hard werken. Af en toe een keer goed ontspannen. Huh? Zeg. Hm? Geloof hem niet, Christine, Aline. Hm? Ik leeg. Ik leeg niet. Is hè? Dat is een verrassing, hè. Zeg. Uw man is precies plezanter op een ander. Hey? Doe dat weg. Hey? Wat? Doe dat weg. Jij wist dat niet? Weg, los! Jij speelt niet meer mee. Ja? En jij? Focus! Concentreer u. Ja? Ik ga het nog één keer zeggen. Jij doet wat wij vragen. Niet meer, niet minder. Jij knapt u op. Jij gaat naar beneden.
twee maanden. Eva, dat kan toch niet? Daar is toch iets aan doen? Nee, Michel. Ik wil het houden. Iemand helpen? Ze zijn onderweg. Volhouden. Kom aan. Ze wachten op u. Uw kinderen. En er is één manier om ze leven terug te zien. Uw man overtuigen om te doen wat wij vragen. Zijn er mee? Zijn er mee? Dat knoeiboel, zeg. Maak u geen zorgen. Komt goed. Toi, hè? Ready to go here. How's the situation? My team is cleaning up, sir. No problem. Ik ben even gaan zitten, hè. Niet tof, hè? Hé, hey, gast. Breng mij eens naar het ziekenhuis, hè? Wat doen we? Ziekenhuis kan niet. Sorry.
You aim, you pull the trigger. Easy as pie. Let's get ready. Why? Why? Why do you want to kill her? Because she believes in fairy tales and I don't. She believes in world peace. I believe in protecting the world, in dealing with the enemy. I actually like her, but she's too soft. She doesn't understand that we are at war every single day, and that makes her dangerous. Let me put it this way. I didn't spend 30 years of my life looking out for my country, only to see it go to ruin, debating whether or not the fucking polar bears have enough fish to eat. Are, like, all of them involved in this? Not all of them. Just the ones I selected. People who care. Patriots. Plus a few local mercenaries who know the way around the place. Some of whom you've already met. Could have killed her back home. Why make it so complicated? You want to wake up the world? You need to do something special. A massacre in an airport or a subway or a concert hall. We've seen that. Planes flying into towers. We've been there. But a PM who's forced to gun down the US president, you have to admit, special. But first, people will light candles and lay down flowers, and then they'll cry out for more security. A firm response, an invasion here and there. And ironically, that's when me and my country will be safe again. Why here? This is Brussels, hellhole of the world. You pull some shit here, people will always assume it's the Towelheads. I bet within the hour, at least three jihadi groups will claim they force you to do this. And we'll have all the fake evidence we need to confirm it. Any more whys? Why me? You're the chairman of Europe. After what happens to you today, I'm sure even Europe will finally agree it's time to deal with our Islamic enemies once and for all. Time to turn some of their countries into parking lots. You're crazy. Well, hey. It's a crazy world. In fact, I'm trying to do something about that. That's very convincing. I think you'll do a terrific job. Should we go? Or do you want to fuck things up for everybody? Wait here. Don't worry, sir. It'll all be over soon. President's all yours. Have a great meeting.
Come on in. Oh, lunch was excellent, wasn't it? I must say the food in this country continues to amaze me. All this crap about the French serving the best food in the world. Belgium's the real thing, don't you think? My husband would freak out, though. Says all that red meat's gonna kill me one day. Clogs the arteries. Well, I guess you gotta die of something, right? Let's get comfortable and change the world. This won't take long, though. I can assure you we are dead serious about confronting the climate issues, and not just around the Arctic Circle. And as far as Russia's concerned, I've had a word with them, and believe me, no problem. Yet, problem. Are you all right? Yes. Yet, a problem. Why don't we have a drink? Let's see. Oh, not bad. Red, white, my favorite colors. Would you like some wine? Of course. Red, white? Red, please. Excellent choice. Okay. Let's get this open. I used to be quite good at this. Delicious. Sorry. Put the gun down. Put the gun down! You should leave. You mustn't leave. Make sure you stay close. Go. We moeten de park zitten. Dat kan niet anders. Blijf er vol. Go. This is a big fucking problem. Find him fast. We will, sir. We will. Keep the door secured. We're gonna wait here. Allez, sortez! Allez! Sortez! Allez!
ranzig. Verdomme. Talk to me. How's the situation inside? Negative. We are okay. Believe me, we are not fucking okay. What about the wife and the children, sir? Kill them right away. You're sure? We haven't located the Prime Minister yet, sir. Let me ask you a question. Can't you fucking Belgians ever just do as you're told? We can, sir. No evac. We're gonna wait. You're safe, ma'am. Everything is under control. Under control? What the hell's going on? How's it even possible that the guy was in there with a gun? I know, ma'am. I know. I'm sorry. Sorry? Sorry for what? What's going on? It's my fault, ma'am. I shouldn't have ignored the rumors. We got intel that the PM was showing signs of mental breakdown. It was hinted that he was unstable, maybe even suicidal. We didn't think the source of the intel was reliable. We thought it was just gossip from political opponents. So you chose to ignore it? I take full responsibility, ma'am. But I don't think we should make this public. What do you mean? We don't want people to know that you were in danger. We really don't want that. Are you crazy? You want me to act as if nothing happened today? I'm afraid so, ma'am. We can put a lid on it. This is unbelievable. We'll make the story work. And what about the PM? What if he tells a different story? He won't. I mean, is he okay? Do we know where he is? Stop! 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 He cares. He cares. I should be. He cares. I can only see him. How are we doing? Have you found him yet? Negative, sir. We're working on it. Shit! Patrick, attends. Les plans ont changé. We're just on time. Any other directives, sir? Just put everything on hold. As long as he's still out there, we cannot proceed. We're gonna need them as bargaining chips. We have got to find him fast. Do you understand? I do, sir. Just a second. Ik heb zijn telefoon kunnen traceren. Dit zou moeten zijn en volgens mij komt hij naar hier. Sir, we have located him. You won't believe this, but he's coming our way.
Oh. Ja, de schieten. Je had er juist moeten doen, nu is het te laat. Ik ben het. Tegen wie zegt het, jongen? We zien alles. We weten alles. Ik heb 5 kogels gebruikt voor de ontsnapping. 1 voor de carjacking. 5+1. 6. Zo knap werkt trouwens die carjacking. Maar je had beter samen je horloge en ook je telefoon weggesmeten. Want wij wisten dat jij eraan kwam. We hebben zelfs de poort voor je open gedaan. We wilden ook droge loper voor je uitleggen. Maar ja, premier of niet, dat is toch iets overdreven. Vind je dat nu zelf niet? Geef maar. Kom. Schotelvot. En? Alles in orde? Wat schaam, alstublieft. We laten iedereen gaan. Want er is een nieuw plan. En dat plan gaat als volgt. Als jij zwijgt en je familie zwijgt, dan stopt het hier. Dus er is niks gebeurd. Maar als jij vindt dat er toch iets is gebeurd, dan begint alles terug opnieuw. Verstaan we elkaar? En hoe leg je dat dan uit dat er niks is gebeurd? Dat is mijn probleem. Dus vraag het je nog eens. Verstaan we elkaar? Fantastisch. Moet jij mee als mannen mee? En vanavond of straks zie die vrouw en die kinderen terug. Nee, Michel. Ik geloof je niet. Michel. Komt goed. Maak je geen zorgen. You ready, Pierre? Let me give you one last piece of advice. Don't fuck it up. Something you'd like to tell me? Call me. Just go home and always remember, no one will believe you.
En nu? Ik kan hier niet meer leven, echt niet. Ik zal ook met bepaalde dingen moeten leren leven, Michel. We zijn niet veilig, Christine. Niemand is veilig. En wat gaat het doen? Wat gaat het doen? Je hebt geen bewijzen, je hebt niks. Laat het los. Laat het los. Dat kan ik niet. Laat het los. Dat kan ik niet. And always remember, no one will believe you. Here are the files, madam. And the Belgian Prime Minister is online too. Secured. Sir, stop. Stop, sir. Do not move. Do not move. What is this? I have just been notified that as a result of some very thorough and investigative work, we have finally located and apprehended some of the most serious criminals at large in our society. The Belgian Prime Minister has shown extraordinary courage and determination in tracking these offenders down. And without his tenacity, I think these people would still be at large and among us, trying to wreak havoc in the world. Ik kan daar momenteel eigenlijk nog niet te veel over zeggen en ik zou dat ik daar respect voor meten en ik daar lopen.